Ik kende al uh, één gebouw, want die 13 miljoen zijn verdeeld over drie gebouwen. Miljoenen insecten in dat ene gebouw. Daar ging je naar het andere gebouw en daar had je werkelijk miljoenen uh, mollusken, weekdieren. En dan ging je weer naar een gebouw en daar had je allemaal slangen, kikkers, hagedissen, levendbarend, noem maar op. Potten, rijen en rijen potten. Nou, ben ik geen bioloog, maar kunsthistorica? Ja, Hoe goed. begin je daar dan aan? Dat weet je niet. Dat weet je niet. Je gaat eerst maar kijken en je wordt gefascineerd door al die potten. En opeens ontdek je: hé, hey, die etiketten. Wat staat er nou toch allemaal op die etiketten? Die ben ik gaan lezen. In het begin snapte ik natuurlijk ik niets van, namen die ik niet kende, regio's, weet ik veel waar dat lag. Maar op een gegeven moment ga je dat herkennen. Ah, en soms ook hele verhaaltjes van de, een dokter op Nieuw-Guinea, die dat vogeltje heeft geschoten, die heeft er dat en dat mee gedaan in die regio. En in die regio worden die beestjes uh, in kooien gehouden. In ieder geval verhalen. Verhalen bij al die verhalen. beesten die daar, ja, ja. of in potten, of opgezet, of ja, uh, gedroogd. gedroogd ligt. Op spelde. En die verhalen, ja, ik hou van verhalen, ik ben een verhalenverteller. En uh, toen heb ik gevraagd aan de conservatoren die daar waren en de collectiebeheerders. Kunnen jullie mij nu zo'n beetje 10 tot 20 hele bijzondere objecten, heten daar? Dus dieren, tonen, laten zien. Nou, dat konden ze niet, want ze vonden alles interessant. Ja, precies, zij zijn wetenschappers, zij vinden natuurlijk alles even een interessant. Domme, domme vragen. Maar ik hield voet bij stuk. Ik zei ja, kijk dan bijvoorbeeld het oudste. Dus de oudste krab of kreef die er is. Of de oudste spons. Of het oudste zoogdier. Of het dier met de meest bijzondere verzamelaar. Want dan kan ik tenminste nog een verhaal bedenken. Uiteindelijk levert dat een, een, een prachtig boek op. Een heel dik boek met uh, prachtige foto's erin. We bladeren er even doorheen en komen op een soort, ja, een soort stellage... waar heel veel leeuwen en wat zijn dat allemaal, ja, neushoorns? antilopen, uh, uh, honingberen, Maleisische beren, zwijnen en hier zo'n leeuw. Hoe ruikt het daar? Ja, een beetje muffig hoor. Een beetje muffig. Dat zijn allemaal, allemaal opgezette allemaal beesten. Opge... Maar dit vond ik een van de meest intrigerende ruimten. En ook die go Ik kan me voorstellen er hangt ja. een beer in een boom. Het lijkt een soort ark van Noach met, met, met alle beesten ja. erin. ja. Ja, en ik heb van deze ruimte heel veel verschillende foto's gemaakt. Ja, maar je kan niet alles kan je laten zien. Nou, en dit vond ik een prachtig beest. Het een reuze lijkt pingwin. op een pinguïn, maar is het niet. Oh. Het is de reuzealk, ook een loopvogel. Die zelfs in werk is geweest, uitgestorven. Bij opgravingen bij werkbeduursteden zijn de botten van dit beest. Dat werd ook gegeten, gevonden. En uh, ja, het is de, de zuster van de pingwin, Maar je moest kijken hoe een prachtig beest. En je ziet het ook aan de snavel dat het geen pingwin is. Kijk, hier heb je bijvoorbeeld werkelijk hele. Lieve heersbeestjes, hè? Lieve heersbeestjes. Dus de verzamelaar, meer dan 100 jaar geleden, verzamelde die beestjes. Moet je deze dozen zien, dat zijn gewoon hele zijn legers. En prachtige dozen. In dat insectengebouw, daar kan je echt niet langer twee dagen in de week blijven. Waarom niet? Het stinkt me daar naar. Mottenballen. Nou, je ja. Om het goed te houden, allemaal. <coughs> Neftaline, die is dus nog erger dan mottenballen. Mag niet eens meer, hè? Nee, dat mag niet meer. Dat hebben ze dus tientallen jaren gedaan. Fijn dat u het overleefd heeft. Ik zeker, maar ik werd er gewoon echt helemaal. En alles stonk. Je huid stonk, je haren stonken. Dat was werkelijk ellende. Je hebt er wat voor moeten over hebben om dit boek te kunnen maken. Ja, zeker die mottenballen. En daarna in die kelders van die andere gebouwen. Dat was ook zwaarstoffig hoor. En daarna het zoeken in het, het papierenarchief. en vinden van twee, meer dan 200 brieven van. Weber, van Max Weber. Dus de, de, de stichter van het Zoologisch Museum? Ik kan Museum. zeggen de aartsvader, die het, 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 het zo, die zoologische collectie op internationaal niveau heeft gebracht. Was dat altijd de bedoeling dat het een wetenschappelijke collectie werd? Weber, die heeft zijn hele leven lang, vanaf de grote expeditie die hij naar de Zuidoost-Aziatische uh, oceanen heeft gemaakt, die heeft altijd gewild, die expeditie was 1900, die pseo-expeditie, die wilde toen al, dat vind je dus in zijn brieven terug, en dat is zo aardig, een nieuw museum voor een groot publiek, waarin dus eh, op een toegankelijke manier over natuur en dieren eh, ja, tentoonstellingen maar zouden aan, worden nou, gemaakt. En dat aan de hand van al die ja. opgezette dieren. Ja, die wilde een groot nieuw museum. Is er nooit van gekomen? Nee, dat is, nou, dit zijn de instrumenten die beber. Ja, ja, ja. Wist men ook niet? Die lagen overal in verschillende kastjes, laadjes. Dus het was gewoon schatgraven. Oude rekeningen. Van wat verdient de tekenaar en wat verdient de officier. Nou, een verschil hoor. Wat ze kochten, wat ze voor eten. En ook heel veel schieddammer in je neven. Nou, allemaal voor de wetenschap. Ja, precies. En allemaal verhaaltjes, kleine en lange verhalen. Dus het is ook een sapboek voor een bed.